Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie sowieso hebben meegekregen is dat de Aldi begonnen is met het verkopen van kat 1. Of in ieder geval ze hebben het aangekondigd. Op hun site is in ieder geval een link te zien. Wat ze zo wel gaan verkopen en zo. Mijn DM op Instagram ging helemaal nergens over. Iedereen die berichtte naar mij van de Aldi gaat beginnen met verkopen. De Aldi dit, de Aldi dat. Als jullie deze video zien mag het sowieso al heel lang verkocht worden. Dus ik zou zeggen, wist je dit nog niet, ga dan naar de Aldi. Ieder jaar is het helemaal gekke werk. Maar dit jaar is het al vanaf 1 december. Dus het is echt bizar eigenlijk dat ze ineens daarmee beginnen. Ik had helemaal niet op gerekend ook. Maar goed, ze zijn nu begonnen met verkopen en wij gaan super veel inslaan. Waarschijnlijk zien jullie dat sowieso aan de titel of aan de thumbnail, want we gaan echt super veel inslaan. Ook voor het hele jaar door en projecten en zo. Dus jullie kunnen veel verwachten. Midden in deze tijd, iedere dag om 12 uur komt er een video online in december. Dus dat houdt in Polen video's. Jullie weten natuurlijk op dit moment allemaal dat wij naar Polen zijn gegaan. Ik ben met Ruben samen weer op stap geweest. Veel dingen meegemaakt en er komen vlogs van, stookvideo's en zo. Maar nu laat ik even de website zien. Hier zie je twee producten die ik nog van vorig jaar over heb. Een pak ratellinten, daar zitten er 60 in voor 3 euro. En hier zo'n fonteinenmix. Dit is echt een aanrader. Ik bedoel, voor mij kost deze 9 euro als ik het zo even op die site zie. Ja, 9 euro, 8,99. En daar zitten dan, het is 30 delig in ieder geval. En deze fonteinen zijn gewoon voor de prijs gewoon super goed. Ze zijn wel klein, maar ze zijn echt gewoon met knetter en veel kleur en zo. Het zijn mooie fonteinen. Dus deze heb ik liggen en die zien jullie ook binnenkort in mijn video. Voor nu, laat ik even de site zien. Er zijn gelijk al eigenlijk een aantal dingen die opvallen namelijk. En dat is eigenlijk gelijk het eerste product. De Knetter King. 24 stuk zitten daarin. 7 euro. Ik heb er al één mogen testen. En die kost 7 euro dus voor 24. Zijn een soort van piekeloos of traffic lights. Alleen heeft deze wat meer inhoud, want hij eindigt met een knetter of een flinke knetter eigenlijk. Ik ga die sowieso ook aanschaffen hoor, die ga ik wel een paar pakken van halen. Daarnaast zie je ook vuurwerkmeterpakket, is niet echt veel aan. Wat ik wel bizar vind is dat het pas verkrijgbaar is vanaf 19 december. En dat staat trouwens ook bij knetterballen, maar we gaan zo meteen natuurlijk naar de Aldi en dan gaan we kijken of ze het al hebben, want ik geloof er eigenlijk niks van. Vuurwerkpakket XXL. Is een leuk pakket. Er zitten namelijk een aantal dingen in, zoals luchthuiders zie ik zitten en een beetje een verzameling van dingen. Ik haal hem zelf nooit, maar misschien vinden jullie het wel leuk als jullie wat minder te besteden hebben en bijvoorbeeld één pakketje of zo halen. Ja, die fonteinen, die zien jullie hier zo. Die heb ik hier binnenkort te zien. Er komen natuurlijk stookvideo's van. De linten natuurlijk, die ik hier zo heb. We gaan zo meteen naar de Aldi en dan gaan we even kijken wat ze al hebben. En voor de mensen die voor volgend jaar dit kunnen onthouden. De Aldi begint op een bepaalde datum met verkopen. Dus 9 van de 10 keer rond 10 december of zo. Dit keer 1 december. Maar ieder jaar heb ik door dat ze bijvoorbeeld al beginnen met verkopen de dag ervoor. Of in ieder geval ze vullen hun schappen. Zodat ze de dag erna niet extra vroeg hoeven te vullen. Dus daarom ga ik zo meteen al. Omdat ik gewoon 100% zeker weet dat zij daar geen zin in hebben. Om dat bijvoorbeeld de dag erna al te doen rond 6 uur 's ochtends of zo. Ieder jaar rond een uurtje of 7 uur 's avonds beginnen ze het met in de schappen te leggen. En dan kan je er bijvoorbeeld al bij en dan ben je dus mensen voor die de dag erna zijn. Wij gaan superveel inkopen. Ik heb al contact gehad met Aldi en ik weet dat ze 9 leveringen hebben dit jaar. Dus dat is aanzienlijk meer. Dus ik denk dat er voor iedereen wel een kans in zit om kat 1 vuurwerk van de Aldi in te slaan. En ik zou zeggen, mijn tip gewoon, haal gewoon wat meer extra. Want dan kan je het hele jaar door gewoon iets stoken. Want ja, laten we eerlijk zeggen. 60 stuks voor 3 euro, knetterlint. Super goedkoop. Maar goed, we gaan er niet een te lang verhaal van maken, want we gaan nu naar de Aldi. Let's go. Aldi Nederland. Twee karretjes staan sowieso al paraat. Vuurwerk staat er al op. Eigenlijk beginnen ze morgen pas met verkopen. Maar we gaan gewoon naar binnen. Let's go.
twee karren helemaal vol mensen. Zoveel. We gaan zo meteen even precies laten zien wat we hebben. Maar echt twee karren helemaal vol. Ik denk dat dit al voor een eurotje 4 is. 400 sowieso. Maar we gaan er denk ik wel 5 van maken. Ja, we maken een rond getal van. Ja, we gaan mooi op de half afronden. Mensen zitten ons echt aan te kijken van of we gek zijn. Ja, cool. We gaan namelijk. Zou je misschien ook wel kunnen denken. Ik wil het eerst even in tassen hebben straks. Hoeveel euro? Hoeveel euro was die kar? 220. Chocolaatjes. Even zo, we zijn uit de Aldi, zoals jullie kunnen zien. Twee karretjes vol. Ja, dit is wel echt gewoon onze grootste aankoop. Dit is ongeveer 360 euro wat we hebben gedaan. SO naar de Aldi dat we sowieso mochten filmen. En dit is het filiaal in Den Haag in ieder geval. We hebben nu ingeslagen, officieel beginnen ze pas morgen met verkopen. 360 euro. En dat gaan we zo meteen even naar de auto brengen. We hebben heel veel knetterlinten. Ook wat van die fonteinpakjes. En natuurlijk die nieuwste dingen. Deze. Kijk. Knetter King. Zijn een soort piccolo's. Deze zijn met knetter inderdaad. Met een finale. Nou, we gaan het zo meteen de auto inladen. En geloof me mensen, we gaan stoken hiermee, jongen. We gaan echt... Halleluja. Het is echt chaotisch gewoon. Kijk hoeveel. Twee kan. Nog meer. Oké, kom. Dit is niet normaal, man. Ik zeg eerlijk. Jezus, man. Zo doen wij aan met een paar pakjes.
totaal. Afgerond, ongeveer 360 volgens mij. We gaan zo meteen sowieso even de bonnetjes kijken. Regent het? Nee, hè? Dat zegt dat we nog zo'n karretje erbij kunnen halen. Waar staat je auto? Echt, daar ook. Het lijkt net een Duitsland gevoel, man. Ja. Karretjes naar buiten. Ja. Eerste karretje is leeg, zoals jullie kunnen zien. We gaan zo meteen even stoken natuurlijk. Andere karretjes daar.